Goedemiddag, zaterdag 12 oktober. Dit is het weekoverzicht van U Vandaag. Het was een week van gestolen geld bij de dakloze krant Straatnieuws. Protesten tegen omroepbezuinigingen en een opmerkelijke schorsing van een priester. Maar we beginnen op maandag. De onrust over bezuinigingen bij zorgorganisatie Altrecht richt zich steeds meer op de bestuurders van de instelling. Verschillende medewerkers zeggen tegen RTV Utrecht dat ze het helemaal hebben gehad bij de twee leden van de Raad van Bestuur. De bestuurders zouden verantwoordelijk zijn voor wanbeleid met ontslagen tot gevolg. Zelf ontkennen ze dat en zeggen ook voor hun eigen baan te vrezen. Bestuurder Roxanne Vernimmen zit er behoorlijk mee in haar maag. Maar dat er bezuinigd gaat worden, dat staat vast. We willen de patiëntenzorg ook voor de nabije toekomst borgen. En we hebben eigenlijk al voor de zomer besloten om te bezuinigen op overhead. Namelijk over management en ondersteunende functies. Dat gaat banen kosten en medewerkers zijn daar niet blij mee. Tegenover RTV Utrecht zeggen ze dat bestuurders Roxanne Vernimmen en Richard Jansen maar wat doen. Weg met Richard Jansen en Roxanne Vernimmen. Vooral die eerste. Verziekt het voor heel Altrecht. Het is niet de eerste keer dat Jansen een bedrijf naar de kloten helpt. Leden van de cliëntenraad voelen zich niet gehoord. Vooral niet door Roxanne Vernimmen. Dus ik snap eigenlijk ook wel de boosheid. En Richard Jansen en ik staan daarvoor. Dus dat mogen ze doen natuurlijk. De gevoelens zijn er. En dan heb ik het liever dat mensen het gewoon tegen ons zeggen. Dan dat het niet gezegd wordt. Maar wat de medewerkers vooral dwars zit, is dat de bestuurders stevig zouden bezuinigen, behalve op hun eigen inkomen. Vernimmen zit ruim boven de balken en de norm. Zij en meneer Jansen zouden eens in de spiegel moeten kijken en lekker vertrekken. Zou een hoop zijn te schelen. Er is 2 jaar terug gevraagd of mevrouw Vernimmen ook iets van haar salaris wilde inleveren. Er viel niet over te praten. De raad van bestuur blijft bij de komende ontslaggolf trouwens buiten schot. En dat geldt ook voor de auto's met chauffeur waar men zich van bedient. Inderdaad, we verdienen natuurlijk wel wat meer geld dan de anderen. Ze zeggen boven de balken en de norm en dure dienstauto's. Dienstauto's, we hebben leaseauto's die we natuurlijk zelf ook voor een deel betalen. Maar die hebben ook andere mensen hier in de organisatie. Maar ik kan me dat wel voorstellen hoor. Ik wil helemaal niet zeggen dat gek is dat mensen dat voelen. Alleen de bezuinigingen die nodig zijn, de 9 miljoen. Dat halen we niet weg door bijvoorbeeld de raad van bestuur te ontslaan. En bovendien zegt Vernimmen wel degelijk zelf ook te hebben ingeleverd. Een klein beetje. Ik heb het eigenlijk nooit zo hardop willen zeggen. Want ik vind het helemaal niet dat je daarvoor op de borst moet tikken. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind gewoon dat als het gewoon moeilijk wordt, dat je daar ook je verantwoordelijkheid in moet nemen. Eind deze maand gaan de vakbonden met het personeel om tafel. Dan wordt duidelijk wat de volgende stappen zijn. Bij Altrecht wordt ook een hele managementlaag geschrapt. Managers zijn bang dat het bestuur daardoor oppermachtig wordt. En dat dat negatieve gevolgen heeft voor de zorg van de patiënten. Rondjes geven in de kroeg en zelfs genieten van een luxe vakantie. 40.000 euro van het Utrechtse Straatnieuws blijkt niet terecht zijn gekomen bij de daklozen, maar in de zakken van de penningmeester, Bert van der Roest. Het gemeenteraadslid van de PvdA geeft toe dat hij slordig is geweest met financiën van de krant en is opgestapt. Maar de schade die hij veroorzaakt heeft is groot. Hier vecht boosheid en verdriet met elkaar. 2 maanden geleden krijgt Broos Snets een opvallende overboeking onder ogen. Als voorzitter van de stichting Straatnieuws Utrecht ziet hij per toeval dat penningmeester Van der Roest geld van de stichting overboekt naar zijn privérekening. Snets is verbijsterd. Volstrekte ongeloof. Niemand wil geloven dat Bert in staat is geweest om dit te doen. Dus dat moet even inzinken. En vervolgens, als het ingezonken is, dan krijg je de vraag van... heeft hij dat ook toegegeven? Ja, dat heeft hij ook toegegeven. Nou, dan is het weer even stil. Snets confronteert Van der Roest met de overboeking. Die bekent dat hij sinds augustus vorig jaar stelselmatig geld dat wordt verdiend met de verkoop van de dakloze krant naar zijn eigen rekening overboekt. Van der Roest gebruikt het gestolen geld voor uiteenlopende zaken. Je zag direct dat er dingen fout gegaan waren. Persoonlijke opnames, ook op vakantie, ook op Schiphol. Rondjes in een kroeg betaald met de pinpas van de stichting. Ja, het is te absurd en te bizar voor woorden, maar het is wel gebeurd. Van der Roest treedt na de confrontatie door Snets af als penningmeester. Vanwege de publieke functie die Van der Roest heeft als PvdA-raadslid in Utrecht, belt Snets met PvdA-voorzitter Hans Spekman.
En vervolgens, in ieder geval van Spekman was de reactie direct van dat is onacceptabel. Dit accepteren we niet van partijleden, zeker niet mensen die een publieke functie in de partij vervullen. Dus als dit waar is en het blijkt waar te zijn, omdat het toegegeven wordt, dan is het ontneming van zetel. En als de zetel niet ingeleverd wordt, volgt rode mensen. De dakloze krant wordt vorig jaar op het nippertje van een faillissement gered. Een nieuw bestuur, waarin Snets en Van der Roest samen zitten, maakt de krant weer winstgevend. Het blijft voor voorzitter Snets dan ook een raadsel waarom Van der Roest tot deze stap is gekomen. Bert van der Roest is geen klootzak, is geen dief, is een man met een hart op de goede plaats. Die, laten we het erop houden, de weg even helemaal kwijt is geraakt en tot dit soort vreselijke vergrijpen is gekomen. Vooralsnog doet de stichting geen aangifte. Afgesproken is dat de oud-penningmeester het verduisterde geld binnen 12 maanden terugbetaalt aan de stichting. Het is onvergeeflijk. Dus dat geld moet gewoon terugkomen. En als dat niet terugkomt, dan doen we alsnog aangifte en dan gaan we het persoonlijk verhalen. Want dit laten we echt niet rusten. Opvallend is ook dat afgelopen juni de kluis van de stichting is gestolen. Van der Roest twittert hierover en noemt het een laffe daad. Niemand weet dat Van der Roest zelf dan al 10 maanden lang geld van de stichting steelt. Omdat het Straatnieuws een vrijwilligersorganisatie is, zijn de administratieve procedures vrij simpel. Niemand had inzage en zo kon hij zijn gang gaan. Bij de straatverkopers zelf kwam het nieuws hard aan. Het nieuws komt hard aan bij de dak- en thuislozen, ook bij Henk. Jongen. Dus we hadden allemaal mooie plannen, die zetten we even op halt. De rest, ja. Even kijken. Ja. Niemand had dit zien aankomen. Hoe komt dit binnen? Is wel even een schok. Dat is zeker een schok, dat had ik niet verwacht. Ook voor hoofdredacteur Frank komt dit als een verrassing. Hij heeft snel een persbericht getypt dat hij meegeeft aan de straatkrantverkopers. Zo kunnen ze de klanten uitleggen wat er precies aan de hand is. En Henk gaat er ook bij vertellen wat hij ervan vindt. Ik zou ook zeggen, toevoegen dat als iemand zo handelt, alleen is het buiten de gemeente om, zo'n persoon hoort ook niet meer in de gemeente, in mijn gevoel. Hoofdredacteur Frank vangt de hele ochtend iedereen op om het slechte nieuws te vertellen. De penningmeester van Straatnieuws heeft geld gestolen. En daar wordt verschillend op gereageerd. De eerste was heel, vond ik, ontwapenend positief. Die zei gewoon, dan moeten we meer kranten verkopen. Veel andere krantenbezorgers begrijpen door een taalbarrière niet zo goed wat er precies aan de hand is. Dus als mensen zeggen van, gaat niet zo goed hè, met de krant, dan heb ik hier een persbericht voor jou. Moet je meenemen, moet je goed bewaren. De hoofdredacteur zelf moet nog bijkomen van het schokkende bericht. Kijk, ik maak al ontzettend lang straatnieuws en ik heb heel veel meegemaakt. Maar deze zag ik niet aankomen. Het moet allemaal nog wat bezinken, maar ik ben er echt wel kapot van. De krant kan nog wel blijven bestaan. Speciale projecten gaan voorlopig niet door. In eerste instantie wordt er geen aangifte gedaan tegen Van der Roest, omdat er een convenant met hem is gesloten. Jonge politici in Utrecht maken zich daar behoorlijk boos over. En stapten later deze week naar de politie om toch aangifte tegen hem te doen. De jongerenafdeling van de PvdA en de VVD deden dat samen, omdat ze vinden dat het gedrag van de PvdA'er Van der Roest niet ongestraft mag blijven. De diefstal blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen in de Domstad zelf, maar ook de landelijke pers heeft veel aandacht voor de laffe daad. Bert van der Roest wordt ervan verdacht als penningmeester van de dakloze krant een groot bedrag te hebben verduisterd. Toch wil het bestuur van Straatnieuws geen aangifte doen. Dat schiet de jonge socialisten en de JOVD in het verkeerde keelgat. Ik schaam me. Ik ben boos. En dat heeft er ook tot toe gebracht dat ik dus hier sta vandaag om aangifte te doen. Vanmiddag gingen ze naar het hoofdbureau van politie aan het Paardenveld en deden een formele aangifte. Het OM moet onderzoeken. Dat is in ieder geval de reden waarom ik hier sta. Het OM moet onderzoeken of er iets fout is gegaan, wat er fout is gegaan en of ze daarna gaan vervolgen, moeten ze vooral zelf weten. Maar ik wil in ieder geval dat het duidelijk is voor iedereen hier in de stad dat er voor politici geen andere regels gelden dan voor normale burgers. Zeker omdat de integriteit en het vertrouwen in de politiek moet gewoon heilig zijn. Heeft zo'n aangifte wel zin? Dat is natuurlijk de vraag, want de twee jongere verenigingen van de politiek zijn niet betrokken bij Straatnieuws. Ze zijn niet benadeeld.
Jawel, zegt het Openbaar Ministerie. Natuurlijk heeft zo'n aangifte zin. Het toont aan dat er maatschappelijke verontwaardiging is over wat er gebeurd is bij het straatnieuws. En die verontwaardiging, die aangifte, kan de officier van justitie meenemen in zijn overweging of die wel of niet een onderzoek moet instellen en of die wel of niet Bert van der Roest moet gaan vervolgen voor deze diefstal. Straatnieuws hoopt nog steeds dat ze het geld terugkrijgen. Zolang ze die hoop hebben, doen zij geen aangifte van diefstal. Overigens lijkt er meer te zijn gestolen dan eerst werd gedacht. Volgens het bestuur van Straatnieuws gaat het mogelijk om 45.000 euro. Wordt dus nog vervolgd. Grote verbazing over de schorsing van priester Huis in het Veld uit Maarsen. De priester mag van aartsbisschop Eijk een jaar lang geen mis doen. Aanleiding: een half jaar geleden heeft hij een foutje gemaakt tijdens het tafelgebed op Witte Donderdag. De tekst die hij toen gebruikte was niet helemaal compleet. De parochie van de priester vindt de schorsing een veel te harde maatregel. Mocht hij er tegen in beroep willen gaan, dan krijgt hij van hen alle steun. Dan denk ik, waar zijn die mensen in godsnaam mee bezig? Leden van de parochie Sint-Jan de Doper, Vecht en Venen zijn boos over de schorsing van hun priester Harry Huis in het Veld. Hij is betrokken bij verschillende kerken, van Maarsen tot Abcoude. De bemoeienis van kardinaal Eijk pikt men hier niet. Het wordt tijd dat ook die geestelijken die nu al overal zitten een keer bij zichzelf te raden gaan. Zijn we nog wel de kerk van liefde? Zijn we nog wel de kerk van de mensen? En dan komen ze tot de conclusie dat het niet meer zo is en dan wordt het tijd dat ze veranderen. Omdat er in het verleden ook al incidenten plaatsvonden binnen deze gemeenschap, heeft het bisdom duidelijke regels opgesteld over hoe een eucharistieviering plaats hoort te vinden. Voor het parochiebestuur komt de straf dan ook niet helemaal uit de lucht vallen. Ik begrijp dat het bisdom een sanctie wilde uitvoeren, alleen persoonlijk vind ik de straf zeer pittig, zo niet buitensporig. Maar waar valt Eijk nou over? Het is een ingewikkeld verhaal, maar bij het uitdelen van de hostie, het lichaam van Jezus, hoort een bepaalde tekst. En die is niet goed uitgesproken. Het bisdom wil niet op camera reageren, maar laat aan RTV Utrecht weten dat de priester een fout heeft gemaakt en dat daar nou eenmaal een straf bij hoort. Het niet uitspreken van de consecratiewoorden, dat is zo'n grote fout dat de mis daarom helemaal niet geldig is. Volgens het kerkbestuur Vecht en Venen is kardinaal Eijk te streng. Ik begrijp zijn visie ten opzichte van de eucharistie, maar de meeste parochianen denken daar toch anders over. Die zijn daar wat vrijer in, als ik het zo bijna mag zeggen. De ontslagen priester, Harry Huis in het Veld, wil zelf niet reageren op camera, maar zegt tegen RTV Utrecht: ik heb geprobeerd om de eucharistieviering op een serene manier te brengen en niet op de traditionele manier die het bisdom voorschrijft. Er wordt gezegd dat ik dingen vergeten ben, maar dat klopt niet. Ik heb voor een andere vorm gekozen. Steunbetuigingen zijn er inmiddels genoeg. Als het aan sommige kerkgangers ligt, moet Eijk terugkomen op zijn besluit of zelfs opstappen. Mensen worden hier kwaad van en mensen willen dat ook uiten. En het wordt nu tijd dat we dit ook gewoon gaan doen. De priester is blij met alle steun. Overmorgen wordt bekend of hij in beroep gaat tegen de schorsing. Volgens de parochie kan zo'n beroepsprocedure erg lang duren en zelfs doorgaan tot in het Vaticaan. Er zit niets anders op. Iedereen moet inleveren in deze tijd. Dat is de boodschap van het kabinet. En dat geldt dus ook voor de publieke omroep waar RTV Utrecht onder valt. Maar na een korting van 200 miljoen komt daar nu nog eens 100 miljoen bovenop. Dat betekent dat we niet meer de programma's kunnen maken zoals u van ons gewend bent op radio, tv en op internet. En dus gingen we naar Den Haag. RTV Utrecht mag niet weg! Met een zelfgemaakt spandoek protesteerde Henk Westbroek vandaag tegen de plannen van het kabinet Rutte. Wij hebben bij RTV Utrecht al 7,5% bezuinigd vorig jaar. Vandaar dat ik zo vaak herhaald ben. En er moet nog eens 22% bijkomen. Dat betekent dat ik 1 opname per jaar maak en 51 weken per jaar herhalingen zijn. Ook voor Piet Bakker, expert op het gebied van de regionale omroep, gaan de bezuinigingen te ver. Ik vind het toch merkwaardig als je ziet wat regionale omroepen doen, hoe hard die getroffen worden. Als je nu de camera om zou draaien, dan zou je jezelf zien. En je staat er in je eentje. Dat klopt. Kijk, u mag nog wel een stapje naar links doen. Al jaren werkt RTV Utrecht met cameraverslaggevers. Zij gaan in hun eentje op pad. Voor mij is dat een teken. Als er een verslaggever ergens naartoe gestuurd wordt, die staat er in zijn eentje, dan is de bodem bereikt. En de enige manier om te bezuinigen is om jou hier niet naartoe te sturen. Volgens de directeur van RTV Utrecht werkt de regionale omroep nu al met een fractie van het budget van wat de landelijke omroepen hebben.
Wat wel interessant is, dat onze productiekosten gewoon 10 keer lager zijn dan in Hilversum. In Hilversum betaalt men zo 1,5 ton voor een nieuw programma. Nou, daar moet ik een maand televisie voor maken, hè, radio. Ik film u, want wij zijn aan het bezuinigen. Volgens Piet Bakker zorgen deze bezuinigingen er ook nog eens voor dat de berichtgeving over de verschillende gemeentes achteruit zal gaan. Kijk, er gaat toch bezuinigd worden, dus je moet een ander plan maken. Hoe kan je nog steeds in alle gemeentes, in alle plaatsen relevante dingen doen? En niet alleen maar de krant overschrijven, en niet alleen maar dat andere media dingen oppikken en dat er nog eens een keertje een itemtje over maken. Nee, items maken die niemand heeft gemaakt. Nou, dat is best een probleem. Het is best lastig voor ons om alle verslaggevers die we hebben ook nog gelijkmatig over de regio te verspreiden. En het gebeurt ook regelmatig dat wij nieuwsfeiten missen die we graag gebracht zouden hebben. Nee, dat gaat gewoon niet. Wij zijn ook de waakhonden van de democratie. En als je hier alle middelen weghaalt, dan krijg je echt een vermindering van die functie. En dan gaat het openbaar bestuur zeker onder lijden. Of de bezuinigingen doorgaan is nog niet helemaal zeker. Er wordt opnieuw over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Ik weet niet of we er trots op moeten zijn, maar Utrecht heeft de grootste bouwput van Nederland, het stationsgebied. De bouwvakkers hebben niet echt eer van hun werk en reizigers hebben vooral overlast. Daarom wil de gemeente laten zien hoe hard er gewerkt wordt. Het nieuwe muziekpaleis is bijvoorbeeld al bijna klaar. En hoe kon je dat nou beter zien dan van grote hoogte? Van bovenaf ligt het stationsgebied er rustig bij en lijkt het of er niet zoveel gebeurt. Maar niets is minder waar. Nou, we gaan opleveren. We gaan Tivoli Vredenburg opleveren. Eind dit jaar is gewoon de sleutel overhandigbaar aan de gebruikers. Het stadskantoor krijgt zijn definitieve vormen en is begin volgend jaar gewoon klaar. Aan het eind volgend jaar kan dat gebruikt gaan worden. Stationshal, weer een nieuwe fase in gegaan. De Vredenburg als winkelgebouw is al open. Dus ja, het zijn allemaal belangrijke stappen. Als we een rondleiding door het nieuwe muziekgebouw krijgen, wordt wel duidelijk hoe ver de bouwer zal zijn. De muren worden geschilderd en de vloer van de oude concertzaal wordt in de olie gezet. Over 2 maanden draagt de aannemer de sleutel over aan de gemeente en kunnen vanaf juni de eerste proefconcerten worden gegeven. Maar naast de oplevering van Tivoli Vredenburg en het stadskantoor staan er nog enkele gebouwen in de planning. Die worden gebouwd in een tijd dat er weinig vraag is naar kantoorruimte of woningen. Toch wil de gemeente de planning van deze gebouwen voortzetten. Wij kijken daar elk jaar weer op goed naar, financieel, maar ook hoe ontwikkelt de markt zich. Daar sturen we op bij, mits dat noodzakelijk is. Een aantal jaren geleden dachten we dat koopwoningen bijvoorbeeld de markt was. Nou, we zien tot dat in een huur-koop variant is vervallen. Daar gaan we op sturen en zo zullen we dat heel conscientieus blijven volgen. Blijven volgen tot 2030. Dan moeten alle plannen voor het stationsgebied klaar zijn. Dankzij de bouwput is er ook best wat verkeersoverlast. Dat blijft helaas ook zo. De Singel komt pas in 2017 terug en tot die tijd is het gebied een open gebied. In 2030 moet het totale project klaar zijn. 3 verzorgingshuizen in Utrecht en Vinkeveen worden bedreigd met sluiting. Mogelijk worden er ook medewerkers ontslagen. Zorginstelling Carijn moet harde maatregelen nemen omdat de stichting in financiële problemen zit. Volgens Carijn zijn die veroorzaakt door de bezuinigingen van het Rijk. Ik ben daar vreselijk boos over. Want het toont weinig respect voor de mensen die Nederland opgebouwd hebben tot nu. Onrust bij de cliënten van zorgaanbieder Carijn. 2 verzorgingshuizen in Utrecht gaan verdwijnen en 1 in Vinkeveen staat op de nominatie om gesloopt te worden. Bewoners in de Utrechtse wijk Tuindorp zijn daar niet blij mee. Juist de mensen die van Tuindorp die hier terecht kwamen, die hadden dus nog binding met haar oude buren. En haar hele oude leefgemeenschap, zeg maar. Die zorgen ziet ook Carijn zelf. Ik kan me dat zeker voorstellen. Er waren ook heftige reacties gisteravond, toen zowel in de Lichtkring als in Tuindorp Oost. Ouderen met een lage zorgbehoefte moeten in de toekomst langer thuis blijven wonen. En die keuze komt niet uit Utrecht, maar uit Den Haag. We weten allemaal dat het budget van de AUBZ niet toereikend is. In het lenteakkoord en het zorgakkoord zijn daarin ook keuzes gemaakt. In de toekomst gaan we dan ook steeds vaker zien dat verzorgingshuizen de deuren moeten sluiten, zegt Aad Koster van de overkoepelende organisatie van zorgondernemers. Nee, het is geen incident. We zien het meer in het land gebeuren. En dat heeft te maken met het feit dat mensen met een lage zorgvraag niet meer naar het verzorgingshuis kunnen. Dan kunnen die verzorgingshuizen het financieel niet in stand houden.
Minder ouderen mogen in een verzorgingshuis wonen. Maar dat betekent gelukkig niet dat de huidige bewoners op straat komen te staan. Cliënten die nu een indicatie hebben, een verzorgingshuisindicatie, die behouden die ook. Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid natuurlijk naartoe. Dat zijn onze cliënten. En daarvoor hebben we een alternatief te bieden. En dat alternatief dat willen we bieden met een nieuwe locatie, hier ergens in de buurt. Maar voor sommige mensen is dat niet voldoende. Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Met zorgzwaartepakketten worden die mensen belast. Ze begrijpen het dat helemaal niet. En ik geloof dat een zorgzwaartepakket 4 moet hebben en kruipend de deur in en uit moet. Dan word je toegelaten. Dan gaan we kijken naar het weer van het weekend. De dag begint bewolkt met af en toe wat regen. Later in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Mogelijk komt de zon soms even tevoorschijn en het is zo'n 11 graden. Morgen opnieuw vrij, veel bewolking, ook kans op regen en de temperatuur komt uit op zo'n 12 graden. Tot zover het weekoverzicht van U Vandaag. Meer nieuws op rtvutrecht.nl. Vanmiddag om 5 uur is er weer een nieuwe uitzending. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend verder.